Kilometers en kilometers vrachtwagens staan in file om via Calais in Engeland te raken. Bedrijven zitten met Brexit-angst. Ze vrezen chaos vanaf 1 januari en proberen hun goederen daarom nog rap te vervoeren. We gaan live naar Thijs Mauro zo dadelijk in Calais. Important day, determination. In Londen proberen Brexit-onderhandelaars ondertussen toch nog een handelsakkoord rond te krijgen. Hier bij ons blijven de coronacijfers dalen, trager wel, maar ze dalen nog. In de Verenigde Staten pieken ze weer met 210.000 nieuwe besmettingen op één dag. En Hein van Azenbroek wordt opnieuw trainer van AA Gent. Hij is er de vierde coach al dit jaar. Het is 7 uur. Dit is het journaal met Goedele Wachters. Goedenavond iedereen. Een muur van vrachtwagens. Vele kilometers lang stond er een groot deel van de dag in het noorden van Frankrijk. Op de A16 moeten truckers urenlang aanschuiven om in Calais te raken, waar ze de vrachttrein oprijden om via de Eurotunnel in Engeland te raken. Dit veelzeggende beeld maakten we deze voormiddag. Gisteren stond er ook al zo'n lange file met honderden vrachtwagens die urenlang moesten aanschuiven. Gisteren zelfs al van in ons land. Al die drukte heeft te maken met de Brexit. Op 1 januari stappen de Britten uit de Europese Unie met grote gevolgen voor de handelsrelaties. Op dit moment is het weer rustiger, maar geduld, het is een vereiste deze dagen voor truckers op de A16. Ik heb er bijna 6 uur gestaan in de file, tot aan de terminal. De normale wachttijd kan je eigenlijk zo naar de terminal rijden, zonder file eigenlijk. Normaal. Dus ja, dit zijn wij ook niet gewend, de files. De gemiddelde overtocht was 6 uur, 7 uur. Ik heb verhalen gehoord van mensen die echt heel ver staan aansluiten, maar die gewoon 25 uur bezig geweest zijn voor gewoon zijn even aan de andere kant te geraken. Dus. Het gaat helemaal nergens meer over. Het gaat nergens meer over. Dag Thijs, jij staat in Calais. Op dit moment is het beter, geloof ik. Maar die drukte die heeft al met Brexit te maken, terwijl die pas met nieuwjaar een feit wordt. Leg dat eens uit. Hoe komt dat dan nu? Wel, in de aanloop van de Brexit, ja, nog 3,5 week is het zover, zitten we nog altijd te wachten op een handelsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en Europa. Een akkoord dat moet regelen hoe we na 1 januari handel gaan drijven, zaken gaan doen met elkaar. En hoe langer dat duurt, dat creëert meer en meer onzekerheid. En wat doen Britse bedrijven in dit geval? Die kiezen eieren voor hun geld en die zeggen van we gaan maken dat we Europese producten in stok hebben tegen dat die Brexit eraan komt. Dat we extra stok hebben om een moeilijke periode eventueel te gaan overbruggen. Voorbeeld, frietjesproducent, diepvriesfrietenproducent Agristo uit België heeft vragen gekregen van Britse klanten liever om heel veel frieten te gaan leveren, diepvriesfrieten. Daar worden hele koelhuizen volgestopt met frieten om een moeilijke periode rond de Brexit te gaan overleven. Dat is één voorbeeld. Maar als die Britse bedrijven dat aan Agristo vragen, vragen ze dat ook aan andere bedrijven. Gevolg is een hele grote transport van Europese producten richting Groot-Brittannië over het kanaal via vrachtwagens. Aan de kanaaltunnel kun je dat heel goed zien. Normaal gaan daar 6.000 vrachtwagens over en weer per dag. Deze dagen, gisteren, vandaag, ging dat tot 9.000 vrachtwagens per dag die naar de overkant willen. Maar die tunnel is daar natuurlijk simpelweg niet op berekend, zit aan zijn maximumcapaciteit. En dan krijg je die files die we gisteren en vandaag gezien hebben en die we misschien nog wel gaan zien de komende dagen, komende weken, zolang die Brexit niet op zijn plooi valt, zolang we niet weten waar we in detail aan toe zijn. Dus die drukte aan de tunnel en eventueel aan de ferries richting Engeland, ja, dat kan nog wel even aanhouden. Ja, beloofd voor de komende dagen en weken inderdaad. Dankjewel, Thijs Mauro. Ja, en zoveel file, dat is een extra uitdaging voor veel Vlaamse bedrijven die exporteren naar het Verenigd Koninkrijk. Want sta bijvoorbeeld met verse voeding maar eens een halve dag stil. Die producten dan kraakvers bij de klant krijgen, wordt moeilijk natuurlijk. We zijn gaan luisteren bij Vergro. Dat is een bedrijf in Meulebeke dat groenten en fruit verkoopt in Engeland. Daar staat hier allemaal klaar om naar Engeland te vertrekken. Dus vooral nu dat er wat problemen zijn aan de shuttle,
is het heel belangrijk om zo vroeg mogelijk te vertrekken. Als er dan wat vertraging is, om zeker nog op tijd te kunnen zijn bij onze klanten. De tomaten, aardbei en appels hier in deze koelruimtes zijn net geoogst en moeten zo snel mogelijk ingeladen worden. Hoe sneller de vrachtwagens naar Engeland kunnen vertrekken, hoe beter. Zo zijn ze zeker op tijd voor de vroegmarkt morgenochtend. Dus als wij hier normaal gezien om 5-6 uur vertrekken, lukt dat perfect. Dan zijn we zelfs nog een paar uur speling. Maar ja, als er zoals gisteren 6 uur vertraging is aan de shuttle, dan komen we in tijdsgebrek en worden die klanten maar geleverd om 3 en 4 uur. En dat vinden ze niet zo fijn. De lange files van de laatste dagen zijn dus een groot probleem voor een bedrijf dat verse producten zoals aardbeien verkoopt. Want hoe langer ze moeten aanschuiven, hoe minder vers ze bij de klant raken. Maar dat betekent ook voor ons dat onze logistieke afdeling in de knoei zit. En normaal gezien kunnen we dagelijks met dezelfde wagen naar Londen rijden. Dat past perfect in de rijuren. Maar door die wachttijden verliezen ze een dag. Het Verenigd Koninkrijk is de grootste afzetmarkt van dit bedrijf. Goed voor een kwart van de omzet. Ze vrezen dan ook het ergste voor wanneer de Brexit echt van start gaat. Het is nu eigenlijk nog geen maand niet meer voor de Brexit en we weten nog altijd niets. Eigenlijk is dat schandalig. Deze vrachtwagen is in elk geval op tijd vertrokken. Afwachten of die ondanks de files ook op tijd over het kanaal geraakt. Ja, files aan deze kant van het kanaal. Aan de andere kant ondertussen zijn ze enorme parkeerplaatsen aan het aanleggen. In de wijde omgeving van de havenstad Dover komen die parkeerplaatsen om de douanecontroles vanaf 1 januari zo vlot mogelijk te laten verlopen. Want met of zonder vrijhandelsakkoord, de douane zal sowieso controleren en dat zal het verkeer ook sowieso doen haperen. De haven van Dover verwerkt elke dag maar liefst 10.000 vrachtauto's die Engeland in of uitrijden. Dat verloopt nu vlekkeloos, er zijn geen controles. Vanaf 1 januari zijn die er wel, aan beide kanten van het kanaal. The driver is almost going to have a briefcase full of new paperwork. I certainly foresee severe disruption in the first few weeks as far as goods moving to and from the UK are concerned. Pieter Denby is er zeker van dat zijn vrachtauto's begin januari in Kent in de file zullen staan. Misschien zelfs dagen, maar in ieder geval urenlang. In de omgeving van de haven is de overheid uitgestrekte parkeerterreinen aan het aanleggen. Daar zullen vrachtauto's staan wachten tot ze de veerboot op kunnen rijden en zullen douaniers controles uitvoeren. De groene en glooiende velden van Kent zijn razendsnel aan het veranderen. So Kent's always been known as the Garden of England. It's full of pretty little villages, market towns, and is, one of the first places that people see when they arrive from Dover into the country. So now it's very rapidly becoming more of a lorry park of England than the garden. De Britse regering wil de douanecontroles wel geleidelijk invoeren in de loop van de eerste helft van 2021. Douaniers zullen op 1 januari dus niet alle producten controleren. Daarmee hoopt de regering de chaos begin volgend jaar te verlichten. Ja, maar die chaos, al dan niet, zal in grote mate ook bepaald worden door het feit of er nog een handelsakkoord komt, ja of nee. Ik heb onze Europa-specialist erbij gehaald, Rob. Minder dan een maand te gaan nog tot die Brexit. Het akkoord is er nog altijd niet. Als ze nog iets willen, dan zullen ze zich moeten reppen, toch? Absoluut. We zitten nu in de eindfase. Als het dit weekend of kort daarna niet lukt, dan zal het niet mogelijk zijn om voor 1 januari klaar te geraken. Het gaat om een tekst van honderden bladzijden. Het moet nog worden nagelezen door de 27 lidstaten, goedgekeurd worden door het Europees Parlement en natuurlijk ook het Brits Parlement. Dat neemt allemaal normaal gezien maanden in beslag. Dus het is eigenlijk nu of nooit. Europees onderhandelaar Michel Barnier is met zijn team al enkele dagen in Londen. Wordt hard onderhandeld. Lange dagen, korte nachten. Vandaag hebben ze zelfs pizza laten aanrukken van een pizzeria in Londen. Maar het is echt wel afwachten wat het gaat worden. Normaal gezien komt Barnier en zijn team morgen terug. Als het nodig is, blijven ze langer. Maar het kan ook zijn dat de onderhandelingen gewoon afspringen. Ja.
Maar waar zitten de grote knelpunten dan? Eén knelpunt is visserij. Je moet weten, Vlaamse vissers bijvoorbeeld, die vangen nu de helft van wat ze vangen in Britse wateren. De Britten zeggen, ja, vanaf 1 januari zijn dat onze wateren. Wij gaan bepalen hoeveel jullie nog mogen vangen. En we willen dat ook elk jaar vastleggen. Terwijl ja, de Europese vissers zeggen, ja, we willen zekerheid op langere termijn. Dat is een heel kleine sector, maar symbolisch wel erg belangrijk. Vooral in Frankrijk dan. Een andere discussie gaat over wat men noemt het gelijk speelveld. Europa eist eigenlijk dat de Britse regering aan Britse bedrijven geen oneerlijke voordelen gaat geven die Europese bedrijven niet krijgen. Dat bedoelen ze geen staatssteun gaan geven of geen soepelere regels op het gebied van milieu of sociale wetgeving. Ze zeggen, ja, dan komt er oneerlijke concurrentie en dat willen we niet. Terwijl de Britten zeggen, ja, wij zijn uit de Europese Unie gestapt om onafhankelijk te worden. Wij willen niet jullie regels blijven volgen. Dus daarop zit eigenlijk nog altijd muurvast. Ja, veel spanning daar rond. Maar hoe belangrijk het is, dat bleek ook uit de woorden van Europees president Charles Michel deze morgen op een persconferentie. We gaan eens kijken. We are ready with all the possible options. We want a deal, not at any cost. This is not new. And we understand that for the European Union, the question of the level playing field is key and is really essential to make sure that what we'll put on the table at the end of the negotiation will be accepted by all the member states. Ja, we willen een akkoord, maar niet tegen elke prijs. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Wat is volgens jou de kans dat er echt een akkoord komt? Wel, als je kijkt naar het Verenigd Koninkrijk, de premier Johnson, die moet zorgen dat hij een akkoord verkocht krijgt in zijn eigen partij. En er is daar een strekking die zegt dat hij niet te veel toegevingen mag doen. Maar ook Europees onderhandelaar Michel Barnier staat onder druk. Verschillende lidstaten vinden dat hij eigenlijk al op de limiet zit van wat hij mag toegeven van hen. Dus de twee kampen moeten elkaar ergens vinden. De logica zegt dat ze eruit moeten geraken, omdat er zoveel economisch op het spel geraakt. Maar het kan echt nog alle kanten uit. Ja, dat zegt de logica. Maar wat als er geen akkoord komt? Wel, dan moeten er normaal gezien invoerrechten komen op alles wat verhandeld wordt tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Dat gaat dan bijvoorbeeld over fruit en groenten. We zagen het er net in de reportage. 10% komt er daar dan bij. Vlees 15%, zuivel 33%, kleding en schoenen 4-17%. Dus bovenop de formaliteiten en de chaos die er misschien gaat zijn door acties van vissers, komen dan ook nog die invoerrechten. Ja, dus momenteel wordt er gepraat in Londen met en zonder pizza, kan ik mij inbeelden. Vanaf volgende week donderdag is er dan weer een eurotop hier in Brussel. We zullen moeten afwachten, hè, voor dan iets voor te leggen valt aan die staatshoofden en regeringsleiders. Dank je wel, Rob, voor je uitleg hierbij. Iets anders dan. Minister van Justitie Van Quickenborne heeft een negatief advies gegeven voor de erkenning van de grote moskee in Brussel, de belangrijkste gebedsplaats voor moslims in België. De Marokkaanse overheid heeft volgens de minister een te grote invloed op het bestuur van de moskee. De grote moskee in hartje Brussel ligt opnieuw onder vuur. Volgens onze staatsveiligheid is er sprake van beïnvloeding en zelfs spionage vanuit Marokko. Als je toelaat dat de islam hier wordt bepaald door een buitenlandse agenda, door een buitenlandse mogendheid, ja, dan is dat een probleem, omdat ja, de jonge moslims, de moderne moslims in ons land, en zo zijn er heel veel, het recht wordt ontnomen om autonoom hier een islambeleid te ontwikkelen. Het is niet de eerste keer dat er discussie is rond de grote moskee. Het vorige bestuur moest vertrekken omdat het onder te grote invloed stond van Saoedi-Arabië en zijn conservatieve islam. Daarop werd de grote moskee overgenomen door de moslim-executieve, het officiële orgaan van de moslims in ons land. Dat heeft vandaag nog altijd het bestuur in handen. De minister heeft nu dus een negatief advies voor de erkenning van dat bestuur, maar dat betekent niet dat de grote moskee dicht moet. De moslim-executieve moet wel dringend orde op zaken stellen. Er moet schoon schip worden gemaakt. Ik vraag ook dat alle bestuursorganen worden vernieuwd van die executieven, met de bedoeling om representatief te zijn voor de moslims van ons land. De lockdown is voor veel mensen moeilijk, maar voor sporters met een beperking wegen de coronamaatregelen nog extra zwaar door. Waarom juist? Dat komt straks aan bod in de sport. Maar eerst, de dodentol door corona is in ons land over de 17.000 gegaan. Dat blijkt uit de cijfers van Cienzano vandaag. En wat daar
vervolgens nog uit blijkt, is dat afgelopen week dagelijks gemiddeld 188 patiënten in het ziekenhuis beland zijn. Een kwart minder dan de week tevoren. In totaal liggen in ons land nu 3.427 mensen met COVID in het ziekenhuis, van wie 788 op intensieve zorg. Er sterven gemiddeld nog altijd 116 mensen per dag aan de gevolgen van een coronabesmetting. En de positieve tests tot slot, dat waren er vorige week gemiddeld 2.208 per dag. Ook dat is een daling met een kwart. Die cijfers die blijven dalen dus. Het is ooit anders geweest en we kunnen er nu alleen maar blij mee zijn. Maar volgens Jensano blijft het toch oppassen. Het aantal Belgen dat positief test op corona blijft dalen. Maar opvallend, dat aantal daalt minder snel dan daarvoor. Vooral in Vlaanderen vertraagt die daling. Vermoedelijk omdat we sinds kort opnieuw meer mensen testen. Bijvoorbeeld na een risicocontact. Maar er zijn ook meer jonge kinderen die positief testen. Dat zien we nu de voorbije week, dat het aantal besmettingen bij jonge kinderen, jonger dan 10 jaar, met 20% gestegen is. Dat lag in de lijn der verwachting, want de scholen zijn heropend en dan weet je dat dat een impact kan hebben. Ongerust is Steven van Gucht nog niet, maar hij roept op tot waakzaamheid. Als het aantal besmettingen minder snel daalt, dan betekent dat ook dat er minder snel nieuwe versoepelingen zullen komen. Daarvoor moeten we onder de 800 nieuwe besmettingen per dag gaan. Een week geleden hadden we nog gezegd dat het zo rond kerstmis kunnen zijn dat we aan die 800 of minder dan 800 besmettingen per dag komen. Nu schuift dat al wat vooruit in de tijd, eerder eind december. En het is niet alleen zaak van onder die 800-drempel te duiken. We moeten daar dan ook nog een drietal weken onder blijven, vooraleer men kan denken aan versoepelingen. Belangrijk is dan ook om onmiddellijk contact op te nemen met je huisarts om je te laten testen, als je ook maar iets van symptomen hebt. Want dat doen we nog altijd te weinig. Mensen denken in het begin van, ja, het is niet erg, het zal wel overgaan, het is niks. Ik heb dat verleden jaar ook gehad. En dat is iets dat we beter niet doen. Bij het begin van de symptomen eigenlijk zo snel mogelijk de huisarts consulteren en u zo snel mogelijk laten testen. Het zal vaak negatief zijn, dat is in orde, maar als het positief is, kan dat wel heel veel verschil maken als we sneller aan die contacttracing kunnen beginnen. In de Verenigde Staten roept de pas verkozen president Joe Biden alle Amerikanen op om de eerste 100 dagen van zijn ambtstermijn een mondmasker te dragen. Het moet de coronacijfers mee naar beneden helpen en dat is nodig. Gisteren is alweer een dagrecord opgetekend met 210.000 nieuw vastgestelde besmettingen op één dag. Joe Wood, een veteraan van de Tweede Wereldoorlog uit Huntsville, Alabama, heeft de reden om te vieren. 104 is hij geworden en hij genas net van corona. Een fijn moment voor hem en een lichtpuntje voor Alabama. Want het virus is lang niet ingedampt, integendeel. In het district Bergen in de staat New Jersey heeft het bestuur opnieuw een testcentrum moeten openen. Het takes them about maybe an hour, hour and a half to sit in their car, come through and get the test done. It's a small nasal swab. This way we can find out if they are positive, they can get the medical attention they need. In de staat Californië besliste de gouverneur om een lockdown in te voeren in bepaalde regio's, omdat de intensieve zorg er te zwaar belast is. When the region is placed in the stay-at-home category, that bars, wineries, personal services, hair salons and the like will be temporarily closed for that three-week period. Mondmaskers dragen, zoals de pas verkozen president Biden voorstelt, dat zouden de Amerikanen nu al beter volop doen, zegt de Amerikaanse gezondheidsdienst. Net zoals afstand houden. Anders is de directeur bang voor een pikzwarte winter. December and January and February are going to be rough times. I actually believe they're going to be the most difficult time in the public health history of this nation, largely because of the stress that it's going to put on our healthcare system. Ja, Björn, bij een nieuw dagrecord kom ik bij jou, want inderdaad, wat Biden voorstelt, dat mondmasker vanaf het moment dat hij president is, dat is pas 20 januari, en nu pieken die cijfers zo hard. Die raad zal dan rijkelijk laat komen, denk ik toch?
Absoluut. 45 dagen is het nog voor hij zijn intrek neemt in het Witte Huis. En het zijn 45 cruciale dagen, want de piek van het aantal besmettingen moet eigenlijk nog komen. Er zijn er nu al meer dan 200.000 per dag, maar de piek na Thanksgiving, dat grote dankfeest van verleden week, moet nog komen. Dat zal volgende week komen en het aantal doden zal daar ook fors toenemen daarna. We zitten nu al bijna aan 3.000 doden per dag, dus het is echt wel een alarmsituatie. En Joe Biden kan alleen maar morele kracht uitoefenen door te zeggen, draag je mondmasker, door te zeggen tegen het congres, keur dat nu goed, dat plan dat voor ligt van 900 miljard, een nieuw noodplan om de mensen te helpen die getroffen worden omdat ze hun baan zijn kwijtgeraakt, omdat een zaak dicht is gemoeten enzovoort. Ja, de huidige president, Trump ondertussen, die heeft traditioneel de kerstboomverlichting aangestoken, Björn. En bij die gelegenheid heeft hij de gezondheidswerkers en de wetenschappers ook bedankt. Maar ondertussen komen er van die dokters en de verplegers ook alarmsignalen. Waarom juist? Wel, de alarmsituatie zit hem hierin dat het aantal besmettingen zo snel toeneemt en het aantal ziekenhuizenopnames ook. Er zijn nu al meer dan 100.000 Amerikanen in ziekenhuizen opgenomen. En je moet weten, in heel de VS zijn er 700.000 bedden. Dat is 1 op 7 is ingenomen door een COVID-patiënt. Hier in New York neemt het aantal besmettingen ook weer toe. 10% van de mensen die getest worden zijn positief. Maar je hebt statengoederen waar 40 tot 50% positief worden getest in de Midwest, in zuidoostelijke, zuidwestelijke staten. Dus de alarmsituatie is zeer groot en de dokters zeggen wij worden overbelast. Wij kunnen dit niet meer aan. Zeker kleine staten waar weinig ziekenhuizen zijn, rurale staten waar kleine plattelandziekenhuizen zijn, die kunnen de toestroom van patiënten bijna niet meer slikken. En er is ook nog een crisis met ambulances. Die ambulances die hebben dringend geld nodig. Het zijn vaak privé-initiatieven. Mensen kunnen hun overuren niet meer betaald worden. De oproepen worden maar aan halve kracht en halve snelheid meer beantwoord. Dus die dokters, verplegend personeel, zorgpersoneel zegt, please, doe iets, gouverneurs, in afwachting van een nationaal plan om het aantal ziekenhuisopnames te beperken, om die epidemie een klein beetje onder controle te krijgen. Want anders wordt het een zeer harde, moeilijke winter met zeer veel doden in een groot land. Ja, dankjewel, Björn. Hou het ook maar veilig daar in New York. Oostenrijk ondertussen is de bevolking massaal beginnen te testen op corona. De overheid hoopt zo harde lockdowns in de toekomst te kunnen voorkomen. Een conferentieruimte in Wenen is omgebouwd tot een gigantisch testcentrum met 170 rijen. Er zullen per dag meer dan 250.000 mensen getest kunnen worden in Wenen. En als u tijdens de kerstvakantie wilde gaan skiën in Zwitserland, dan bent u eraan voor de moeite. Want net als de Oostenrijkers hebben de Zwitsers beslist om hun skipistes wel te openen, maar alleen voor eigen inwoners. Buitenlandse toeristen zijn niet welkom. Skiliften en skicabines mogen maar 2/3 van hun capaciteit gebruiken en er geldt een mondmaskerplicht. Italië, Frankrijk en Duitsland houden hun skipistes voorlopig gesloten. Ja, sommige Rohingya-vluchtelingen zien het wel zitten in Bangladesh om te verhuizen naar het afgelegen eiland Bashanchar. De Rohingya komen uit Myanmar, waar ze weggevlucht zijn voor geweld en vervolging. Ze verblijven in Bangladesh in kampen, maar de overheid brengt ze nu dus naar dat eiland. En dat vindt niet iedereen een goede oplossing. Sommigen zien het eiland als een open gevangenis in een streek die geregeld door tropische stormen geteisterd wordt. De oostkust van Bangladesh. Honderden Rohingya-vluchtelingen stappen op een marineschip dat hen straks naar een afgelegen eiland brengt op zo'n 60 kilometer van de kust. Voor de operatie zijn 7 schepen ingezet. Vandaag vertrekken bijna 1600 mensen. De Bengaalse overheid wil tot 100.000 Rohingya verplaatsen naar het eiland. Gisteren namen de vertrekkende vluchtelingen emotioneel afscheid van familieleden. Het vertrek uit het vluchtelingenkamp was geen eigen keuze, zo blijkt uit getuigenissen.
Dit zijn beelden van Bashanchar. Het eiland van bijna 40 vierkante kilometer is kunstmatig aangelegd. De Bengaalse overheid stelt het voor als een paradijselijke plek waar scholen zullen zijn, ziekenhuizen en politiecontrole. Toch zien vluchtelingen en mensenrechtenorganisaties dat anders. Het eiland zou niet veilig en onstabiel zijn. Het riskeert ook om onder water te lopen bij tropische stormen. En dat het eiland ver van de kust ligt, houdt ook het gevaar in dat noodhulp niet op tijd zou arriveren. TV-kijkers van mijn generatie en velen ervoor en erna kunnen nostalgie tanken straks na de sport. Want in Mechelen start morgen een tentoonstelling over de Fabeltjeskrant, over meneer de Uil en zijn dierenvrienden dus. Maar eerst mijn vriend Maarten hier, ja, voor de sport. Deze middag vertelde je nog dat de trainer bij Gent vertrokken was. De club heeft niet lang zonder. Nee. Ze hebben nu vierde trainer al in 4 maanden tijd te pakken. Het is een vertrouwd gezicht. Hè. Hein van Hazenbroek keert terug en moet Gent opnieuw op de rails zetten. Beide partijen kennen elkaar natuurlijk. 5 jaar geleden loodste Van Hazenbroek Gent naar zijn eerste landstitel en daarna schitterde de ploeg in Europa. Sinds zijn ontslag bij Anderlecht 2 jaar geleden was Van Hazenbroek voetbalanalist. 21 mei 2015. Hein van Hazenbroek leidt AA Gent voor het eerst in de geschiedenis van de club naar de titel. Iedereen door het dolle heen. Ik denk dat we het verdiend hebben. En daarom ben ik zo blij, ook omdat het de eerste keer is voor deze club. En meteen is de coach een held. De titel wordt gevierd met champagne, met bootjes in de binnenstad. Duizenden supporters vieren mee. Wat volgt is een succesvolle Champions League campagne. En ook in de Europa League een jaar later beleeft de club een droom. Ja. 2-2. Gent schakelt Tottenham uit op Wembley. Ja, fantastisch. Dit gaat natuurlijk de geschiedenisboeken in. Maar ik heb het liever met een beetje beter voetbal. Maar oké, laat dat voor één keer dan maar passeren. Maar dan stokt de machine en Anderlecht roept een nieuwe uitdaging. Hein verlaat Gent. Ik kan begrijpen dat het voor hen niet altijd evident is. Maar ik denk ook, en ik hoop het ook, en ik hoor het toch ook van heel veel supporters ook, dat ook het respect er nog wel is voor wat we gerealiseerd hebben. Dat respect blijft er inderdaad. Anderlecht wordt geen succesverhaal. In december 2018 krijgt hij de bons. Hij gaat aan de slag als analist voor de televisie. Tot nu. Gent roept en Hein komt. Ja, Hein komt omdat Wim de Dekker moet gaan. En dat gebeurde gisteravond na alweer een nederlaag in de Europa League. Gent, dat in zijn groep nog geen enkel punt kon pakken, verloor thuis van het Tsjechische Liberec met 2-1. Voor de Dekker was het zijn 11e verlies in 17 wedstrijden. Op de persconferentie na de wedstrijd werd duidelijk wat de gevolgen daarvan waren. Peter Ballet zal de honneurs waarnemen. Peter, wil jij iets zeggen of wacht je op vragen liever? Ik zit hier omdat ze mij net gevraagd hebben om jullie te woord te staan als assistent vandaag. En ik heb mijn taak te doen en bij deze zit ik hier. De assistent die uitleg komt geven, nooit een goed teken in het voetbal. Nochtans mocht Wim de Dekker vlak daarvoor wel nog het woord voeren. 0 op 15 in Europa, hoe voelt de trainer zich daar eigenlijk bij? Dat kun je moeilijk beschrijven. Dus als speler had ik al wat ik deed ik alles om te winnen. Ik heb dat nu als trainer nog eens zo hard precies. Als ik dat inzien, dat is, daar word je niet gelukkig van. En het bestuur van Gent duidelijk ook niet. Een uurtje later verschijnt dit bericht op de website. AA Gent heeft beslist om de samenwerking met hoofdcoach Wim de Dekker met onmiddellijke ingang stop te zetten. De club houdt eraan Wim te bedanken en wenst hem veel succes in de toekomst. De 1-2 nederlaag tegen Liberec kost Wim de Dekker dus een kop. Mara maakt er 0-1 van voor rust. Michel Ouagi kan zijn ongenoegen dan al niet meer verstoppen. En Youssouf verdubbelt na rust. 0-2. De mooie goal van Yaremchuk is een magere troost. Gent nog altijd punteloos en stilaan ook hopeloos. Want na Jes Torup en Laszlo Belöni blijkt ook Wim de Dekker niet de juiste man op de juiste plek te zijn.
Ja, een groot contrast allemaal met Antwerpen dat maar blijft swingen in Europa. De mannen van trainer Ivan Leko versloegen gisteravond het Bulgaarse Ludo Gorets met 3-1. Antwerpen dat 4 van zijn 5 wedstrijden kon winnen, is al zeker van de 16e finales. Volgende week moet Antwerpen naar Tottenham en als het niet verliest, is het zelfs groepswinnaar. Dit is een beeld voor de geschiedenisboeken. Voor het eerst in 28 jaar overwintert Antwerpen in Europa. Tegen Ludo Gorets wint het verdiend met 3-1. Het is Antwerpenaar Richie De Laat die zijn Antwerp op weg zet naar de volgende ronde. Dat is een goeie en De Laat komt hem erin. Richie De Laat voor de 2-1 voor Antwerp. De Laat raakt de bal met de arm. Gelukkig voor Antwerp is er geen VAR in de groepsfase van de Europa League. De goal van De Laat had niet eens zo belangrijk moeten zijn, want in de eerste helft mist Antwerp de kansen om het dan al te beslissen. Gerkes en vooral Benavente laten de kansen onbenut. Alleen Ongla scoort wel. 1-0 is een magere oogst na een helft dominant voetbal. Net daarom is het schrikken als Ludo Gorets scoort na de rust, een paar goede kansen afdwingt en ook scoort. En weer een kans en nu wel de goal, daar heb je het. Despotov scoort nu wel. Uiteindelijk wint Antwerp toch verdiend. De ingevallen Manuel Benson zorgt voor de beslissing. 3-1. Antwerp naar de volgende ronde. De match van volgende week tegen Tottenham is een heel leuk extraatje. In een bijzonder drukke periode misschien wel het moment om spelers wat rust te gunnen. Nee, ik kan spelen. Ga je dat nu al zeggen tegen de trainer? Ja, ik zal het zeggen. En als je me niet opstelt, ga ik toch het veld op? Nee, hij is de baas natuurlijk. Hè, maar nee, ik denk als we nog voor de groep winst kunnen spelen, denk ik dat we gewoon nog altijd met de sterkste elftal moeten gaan, zo simpel is. He will play and we will play top team Thursday because in football you need to respect. We go to the motherland of football, England. I know that probably a lot of people in the club will be angry because Club Brugge game or Genk game is more important, but for me no. Richie wil spelen. Net als Gent is ook Standaar uitgeschakeld. Standaar deed het zeker niet slecht op het veld van de Glasgow Rangers. Maar de Luikenaars verloren uiteindelijk wel met 3-2. En vooral dit doelpunt zal bijblijven. Chop brengt Standaar vlak voor rust 1-2 voor. Al moet hij echt wel lijf en leden in de strijd gooien. De goal davert een ferme klap tegen de paal. Het doet pijn aan de ogen. Chop kan niet meer voort en moet vervangen worden. De Rangers die winnen uiteindelijk en gaan door naar de volgende ronde. En nog in de groep van Standaar gaat ook Benfica naar de 16e finales. Benfica is de ploeg van Rode Duivel Jan Vertonghen. De Portugezen winnen met 4-0 van Leg Poznan en Jan Vertonghen opent dat doelpuntenfestival. Hij scoort met het hoofd. Het is zijn eerste goal voor Benfica. Afgelopen zomer stapte hij over van Tottenham. Sporters met een beperking, de zogenaamde G-sporters, bewegen tijdens deze lockdown veel minder. Ze zijn natuurlijk vaak afhankelijk van andere mensen om op het sportterrein te geraken of ze hebben nood aan extra hulp tijdens het sporten. En in lockdowntijden is dat niet zo vanzelfsprekend. Dit is de 24-jarige Lucas Dons. Hij is student en rolstoelbasketter bij Zetelgem Lions. De afgelopen maanden waren niet makkelijk voor hem. Door corona kan hij niet meer in clubverband sporten en zit hij al maanden zonder zijn wekelijkse trainingen. De club bereidde zich voor op de Euroleague van 2021, maar dat ligt nu allemaal stil. Op sportgebied is er voor mij al heel wat veranderd, want we kunnen nu niet meer samen trainen in de sporthal. Ook de wedstrijden vallen helaas weg. De competitie is momenteel stopgezet. Dat is wel jammer, want we hebben heel wat nieuwe spelers ook binnengehaald. Dus dat zijn echt wel dingen die voor ons dan op sportief vlak heel jammer zijn. En hopen dat dat ook zo snel mogelijk kan terug opgestart worden. Dit was Lucas vorig jaar tijdens een competitiematch, toen sporten in clubverband nog kon. Dit lijkt nu lang geleden. Vandaag is alles anders. Basket doet Lucas momenteel alleen of met vrienden op het plaatselijke sportpleintje. En dat is niet hetzelfde. Het is ook wel vaak alleen, dus kan je wel wat op jezelf, op je werkpunten werken. Maar ja, het is natuurlijk niet hetzelfde als je dat doet op de training samen met je ploeggenoten. Contact na de match en na de training, als je nog eventjes napraat, samen een pintje drinkt, dat zijn allemaal dingen die helaas wegvallen. En Lucas is niet de enige die sporten mist. De organisatie voor sporters met een beperking, G-Sport Vlaanderen, krijgt veel signalen dat ook de tweede lockdown zwaar weegt op hun sporters en roept op om hen te helpen. Want je maakt al snel het verschil. We zouden een warme oproep willen doen om mensen met een beperking mee te nemen in je eigen sport, in je eigen hobby's. Ga je wandelen of fietsen, kijk in je ruime omgeving en neem mensen mee en ga gewoon warm samen sporten. Is je niveau achteruit gegaan, Lucas?
Dat zullen we misschien binnen een paar maanden zien als de training erop start wordt. Maar allez, ik probeer toch een beetje mijn niveau op peil te houden. Nou, blijven sporten zo belangrijk. Onze landgenoot Thierry Neuville zal ook dit jaar geen wereldkampioen rally worden. In de laatste rally van het ingekorte seizoen ging hij in de fout en moest voor vandaag althans opgeven. Monza in Italië vormt de laatste rally van het ingekorte seizoen. Om de Britse leider Evans nog te onttronen, moet Neuville risico's nemen en in de derde rit gaat hij in de fout. Neuville raakt in een bocht een betonblok. Hij kan nog even verder rijden, maar moet uiteindelijk toch opgeven met motorproblemen. Morgen mag je met een straftijd opnieuw starten. Dat renners gescreend worden op hartproblemen is niet nieuw. De Internationale Wielerunie verplicht dat zelfs. Maar de renners van de Lotto Soudal-ploeg worden nog grondiger gescreend. Artsen willen zo meer te weten komen over het hart van wielrenners om plotse overlijdens bij jonge renners te voorkomen. Jij moet op uw linkerkant al draaien. Jij moet op uw linkerzijde draaien. Thomas de Gent en zijn ploegmaats worden onderzocht tijdens hun voorbereiding op het nieuwe wielerseizoen. En dat staat vandaag ook in het teken van een nieuwe studie. En daar gaan we kijken naar de mogelijkheid van schade aan de hartspier die er momenteel zou aanwezig zijn na jaren van duursport. Het concrete doel is vooral om te voorkomen dat er jonge sporters plots overlijden in hun slaap of tijdens een wedstrijd zoals we in het verleden gezien hebben. En op dit ogenblik hebben we nog geen duidelijk zicht wat daar de juiste oorzaak van is. Is dat genetisch? Is daar een virale infectie in combinatie met training die ervoor zorgt dat er littekeningweefsel op de hartspier ontstaat die dan aanleiding geeft tot ritmestoornissen en plotse dood bij jonge sporters? Vanuit de Internationale Wielerunie is een hartscreen sowieso al elk jaar verplicht, maar dit onderzoek is uitgebreider. Het andere dat we nu doen is de MRI-scan. Deze fietstest waarbij dan ze scan doen, dat is ook iets anders. Sommige hartproblemen die blijven onopgemerkt en dan is dat via zo'n studies misschien wel mogelijk om dat grotendeels te kunnen voorkomen. En daar werken de renners dan ook graag aan mee. Als we één geval kunnen vermijden, is dat perfect. Ik denk, hoe meer onderzoek, hoe meer kennis en kan alleen maar helpen. We kennen genoeg Belgische renners die de afgelopen jaren zijn gestorven door hartfalen. En vooral voor dat is het belangrijk. Je kunt mensenlevens redden, maar dat zorgt er ook wel voor dat je sommige families toch wel heel veel verdriet kunt doen voorkomen. We blijven bij de koers. Wielrenner Wout van Aert moet een kast of twee bijbestellen om al zijn prijzen een plaatsje te kunnen geven. Vandaag kreeg hij de Vlaamse Reus. Dat is het trofee van de sportjournalisten voor beste Vlaamse sporter. Van Aert schat die prijs blijkbaar hoog in. We gaan denken aan het Wales van de Wereldbeker voetbal. Van Aert won dit seizoen onder meer Milaan San Remo, Strade Bianche en twee ritten in de Tour. En op het WK pakte hij twee keer zilver. Dit is al zijn derde grote trofee die hij dit jaar in ontvangst mag nemen. Eerder won hij ook al de nationale trofee voor sportverdiensten en werd hij verkozen tot Flandriën van het jaar. Het probleem daaraan is misschien dat ik het niet goed kan inschatten hoe bijzonder het is. Dat het allemaal normaal lijkt nu, maar dat is het zeker niet. En dat zal ik waarschijnlijk beseffen als er nog eens jaren komen waar ik met geen één prijs naar huis ga. Dus ik probeer er toch ten volle van te genieten en elke prijs naar waarde te schatten. Dus het is geen uitsluitend wielerprijs, dat maakt het bijzonder, denk ik. Ja, hij gaat alle prijzen binnenhalen, Goedelen, behalve de gouden schoen. Dat is nogal... Ja, dat zou straf zijn. Ja, dank je wel, Maarten. En we gaan nog langs Mechelen tot slot, waar de verhalen uit het grote dierenbos weer tot leven komen. Het Speelgoedmuseum is helemaal in de ban van de Fabeltjeskrant, het superpopulaire kinderprogramma. Eind jaren 60 kwam meneer de Uil voor het eerst op de Nederlandse televisie, niet veel later ook bij ons, en uiteindelijk in 45 landen. En hoe begon die Fabeltjeskrant ook weer? Hallo meneer de Uil, wat breng je ons naartoe? Het zijn de fabels van de 17e eeuwse Franse schrijver Jean de La Fontaine die aan de oorsprong liggen van de populaire tv-reeks De Fabeltjeskrant. Die brengt vanuit het grote dierenbos verhalen met een actueel tintje. Racisme, evengoed ook drugsgebruik, maar vrouwenrechten ook. Er zijn verschillende personages geïntroduceerd die dat soort zaken moesten aankaarten.
Een van die personages is Fatima de poes. Ze wordt stapelverliefd op Zoef het konijn. Dat was initieel een beetje een probleem voor de dieren in Fabeltjesland, want ze begrepen het niet zo goed. Fatima was een beetje anders. Ze kwam van het derde dierenbos. Maar uiteindelijk hebben ze dan toch geleerd van als ze met elkaar spreken, dat ze elkaar beter kunnen begrijpen. Dus hebben ze op die manier eigenlijk het racisme in de maatschappij een beetje getackled. Het Speelgoedmuseum toont de originele handpoppen van de reeks, maar ook de vele commerciële producten die naast de serie ontwikkeld werden. Bijna alle tentoongestelde stukken zijn van verzamelaar Paul. Je ging s'avonds voor de buis zitten met je natte haartjes en een bakje chips. Ging je naar de Fabeltjeskrant. En daarna, of in het weekend, ging je het zelf spelen. Ik denk dat het toen mijn DNA-structuur veranderd is. Het zit echt in mijn genen. Vijftig jaar na datum zijn de handpoppen van toen vervangen door digitale figuren met hippe muziek. Maar zeker voor de oudste kinderen onder ons blijft de serie pure nostalgie. Stem, denk erom, oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker. Ja, oogjes open hier nog, snaveltje ook, want hier is het weer. Vannacht brede opklaringen, maar tegen de ochtend kans op een winterse bui, minima rond het vriespunt. En morgen geen buien meer. We krijgen afwisselend zon en wolken dan en maxima rond 5 graden. We hebben al het nieuws gehad voor vandaag. Vooraan al een gevolg van de Brexit die nog moet komen. Lange vrachtwagenfiles richting Calais, omdat bedrijven nog snel zoveel mogelijk exporteren voor die Brexit ingaat. Ik wens u nog een fijne avond, fijn weekend ook alvast. Bedankt voor het kijken. Ik heb een kleine 6 uur gestaan in de file, tot aan de terminal. Normaal gaan daar 6000 vrachtwagens over en weer per dag. Deze dagen, gisteren, vandaag, ging dat tot 9000 vrachtwagens per dag die naar de overkant willen. Maar die tunnel is daar natuurlijk simpelweg niet op berekend. Ik heb verhalen gehoord van mensen die echt heel ver staan aansluiten, maar die gewoon 25 uur bezig geweest zijn voor gewoon zijn ergens aan de andere kant te graven. Dus ik ga helemaal nergens meer over. Met de 14 Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download hem nu gratis.